Welkom terug bij Studio Vlaams Parlement. Bij ons nog steeds voormalig minister, nu N-VA-parlement zit Philip Muiters, waarmee ik graag deze begrotingsweek zou willen afronden, meneer Muiters. Om te beginnen bij die figuur van minister-president Jan Jambon. We leren hem nu kennen in deze rol. Hoe kent u hem? Kent u hem lang trouwens? Want u bent ook van het Antwerpse. Ik ken Jan wel al langer. Jan is ook degene die mij ooit heeft gebeld. In 2009 om te vragen of dat ik voor N-VA minister wou worden. Ah, toen was hij het hier? Want... Ja, hij heeft mij 's morgens gebeld en ik heb dan in de loop van de dag, dat was 10 juli 2009, heb ik dan Bart samen met Jan gezien. 10 jaar geleden? Ja, 10 jaar geleden, ja. En dus ik ken hem wel een tijdje al, ja, absoluut. Jullie kenden elkaar, hij zat toen net in de politiek, maar kwam uit de privé. U zat bij VOCA, was dat de... Ja, daar hadden we de link. Wij hebben elkaar wel al bij VOCA-activiteiten ontmoet. En dus vandaag dat hij ook degene was die mij belde. Die minister-president is, wordt ook het gezicht van die Vlaamse regering. U bent minister geweest onder Geert Bourgeois, N-VA en Chris Peeters. Waarin verschilt deze Jan Jambon of zal die verschillen van Geert Bourgeois bijvoorbeeld? Ja, maar ik denk dat je die mensen moeilijk kunt vergelijken. Ik vind Geert een fantastische man. Ik heb daar ook heel graag mee gewerkt. Ik heb 10 jaar in de regering met Geert Bourgeois gezeten. Ik heb Geert gekend als vice-minister-president onder Chris Peeters en als minister-president. Geert heeft dat, vind ik, heel kwaliteitsvol gedaan. Liet ook iedereen van zijn ploeg heel goed scoren. Heb je bijvoorbeeld iemand die... U zegt net, Jambon, bijvoorbeeld de lange staat van dienst had in de privésector, ook in de Vlaamse beweging, maar hij werd wel eens de CEO van de Vlaamse beweging genoemd. Niet de grote ideoloog, wel de doener. Heeft hij een bepaalde stijl? Of zou je hem typeren met een bepaalde stijl? Ik denk dat hij communicatief bijvoorbeeld anders is dan Geert. Bij Geert gaat het in eerste instantie om de inhoud. Die inhoud moet juist zijn, die inhoud moet goed zijn. Bij Jan zal meer communicatief zich wellicht anders uitdrukken naar de bevolking. Maar ik vind het altijd heel moeilijk om twee mensen te vergelijken. Twee mensen die ik apprecieer en die ieder hun eigen stijl hebben, hun eigen manier van doen. Maar ik denk dat dat de laatste dagen al duidelijk naar voren is gekomen. Maar het is communicatie, maar belangrijk is ook wel, horen we bij deze regering, dat die Vlaamse regering wat meer in de markt wordt gezet, ook in de perceptie, maar dat is voor een stuk belangrijk. Is dat ook de taak van Jambon om dat meer gezicht te geven, meer weerklank? Ja, ik denk dat Geert dat ook heeft gedaan op zijn manier. En met die Vlaamse regering hebben we eigenlijk die afgelopen 5 jaar heel goed gewerkt en heel veel gepresteerd. We waren ook niet die regering die over straat rolde en ruzie maakte. Ik denk dat we de moeilijke problemen die er waren toen hebben opgelost. De uitdagingen die er vandaag zijn, zijn anders. We hebben ook die verkiezingen gehad. De bevolking vraagt een aantal zaken. Ja, de bevolking vraagt duidelijk een aantal zaken. Ik denk dat Jan een goede figuur is om daar dan weer een antwoord op te geven. Iets anders wat je ook uit dit regeerakkoord leest, daar ademt de intentie uit om die Vlaamse bevoegdheden eens te meer ten volle te gaan benutten. Nu ik keer even heel lang terug in de tijd. Vroeger Gaston Geens, voorzitter van de eerste Vlaamse executieve, die zei, of wordt altijd geciteerd met wat we zelf doen, doen we beter. Het werkelijke citaat is eigenlijk dat hij zei, we moeten bewijzen dat wat we zelf doen, beter doen. Dat is ook met deze regering, want er ligt heel wat op de plank. Vlaanderen verliest een aantal historische voortrekkersrollen, zoals een voorsprong die we hadden op onderwijs, op productiviteit. Er moet meer dan een tandje bijgestoken worden, zo lijkt. Ja, ik denk dat de aanzet was gegeven. Ik neem een domein dat ik natuurlijk goed ken, dat is onderzoek en ontwikkeling. We zitten daar bij de innovatieleiders in Vlaanderen. En dat nieuwe regeerakkoord ademt dat opnieuw uit. We willen naar 5G, naar digitalisering, naar onderzoek en ontwikkeling, willen we verder die stappen zetten. Volgens mij is dat een van de meest fundamentele zaken. Als we ook naar de toekomst toe willen concurrentieel blijven, en willen we onze positie... productiviteit, onderwijs, de stap opnieuw zetten naar excellentie in onderwijs is een ander voorbeeld. Ik denk dat dat heel duidelijk de ambitie is. Ik zeg niet dat dat tevoren niet was, maar men wil duidelijk het verschil gaan maken en ervoor zorgen dat we in de rangschikkingen niet omlaag gaan, maar terug omhoog gaan. Dat staat bijna positieve dingen. Ja. Uitdrukkelijk in dat regeerakkoord, woorden als excelleren, wijzen erop. Nu, dan is het ook wat zoeken naar hoe zou je het project van deze regering samenvatten? Destijds onder Chris Peeters was dat VIA, Vlaanderen in actie. Bij Geert Bourgeois werd er soms gezocht naar één alomvattend verhaal. Ik denk dat
vertrouwen maar, daarin bij Geert. Het element vertrouwen en samen met anderen dingen doen, met onze administratie, met de doelgroepen, met het, denk ik dat echt wel een belangrijk aspect was daar. En nu bijvoorbeeld, binnen 5 jaar, hoe kijken we, wat uw partij betreft, op deze regering terug als het lukt? Wat is de ambitie? Wel, ik denk dat het excellent zijn in alle vormen en in alle manieren van doen, dat wel een belangrijk element daarin is. En ik denk dat de Vlaming dat ook vraagt. Ze vragen naar excellent onderwijs, ze vragen naar excellentie. En dus ik denk dat we daar ook fier op mogen zijn, wat we hebben gedaan in het verleden en wat we nu met deze Vlaamse regering zullen gaan doen. Want er blijven ondertussen moeilijke kwesties als je excellent wil zijn, als het gaat over klimaatbeleid, mobiliteit, migratie, grotendeels een federaal thema. Dat zijn moeilijke dossiers waar je ook door moet, hè, waar ook fundamentele oplossingen moeten komen. Maar ik denk dat u daar iets heel fundamenteel zegt en het is daarnet ook in het debat nog aangehaald door de VLD. Als je spreekt over klimaat, een van de belangrijkste elementen waar dat je het klimaatdebat mee moet aangaan is ook opnieuw onderzoek, ontwikkeling, innovatie. Dingen veranderen met de tijd. Ik denk dat alle grote maatschappelijke problemen die ook in het verleden zijn gesteld, heel vaak zijn opgelost doordat er ontwikkeling is, doordat er nieuwe zaken naar boven komen. En dat is ook het geval als je het hebt over klimaat. En een van de maatregelen die hier opnieuw in het regeerakkoord wordt bevestigd, is de moonshot waar we met onderzoek en ontwikkeling gaan proberen de CO2 die in de lucht is, om die één te vangen, dan die op te slagen en opnieuw te gebruiken. Dat is, vind ik, een prachtig voorbeeld van hoe gaan we een echt antwoord geven op die klimaatuitdagingen, zonder dat het daarvoor mensen pijn moet gaan doen. Hier spreekt nog een stukje ook, hè. Minister van Innovatie geweest natuurlijk. Ja. Dus, zal het zwaartepunt politiek in dit land na deze legislatuur gekanteld zijn naar Vlaanderen? Iets wat N-VA ook wil. Ja, ik denk dat wat in Vlaanderen beslist wordt heel vaak dicht bij de mensen staat. Als je kijkt naar onderwijs, daar heeft iedereen mee te maken. Dat is aan het begin van uw levensloop, het onderwijs, maar ik wil ook naar het einde gaan. Welzijn, als ik zie naar RVT's, de rust- en verzorgingstehuizen, wat dat deze Vlaamse regering daar bijvoorbeeld doet, is zorgen dat die factuur van die RVT's betaalbaar zal zijn, dat zij die het moeilijk hebben om die factuur te betalen, daarin geholpen zullen worden. Kijk, ik denk dat dat effectief dicht bij de mensen staat. En dus dat zwaartepunt voor een aantal thema's wellicht Vlaams zit. Niet op alles. Voor ons kan er echt nog wel wat overkomen van het federale naar het Vlaamse niveau. Ook al was het om de bevoegdheden schoner op elkaar te laten aansluiten. Maar ik denk dat het duidelijk is dat met deze Vlaamse regering er ook naar die mensen toe antwoorden worden geboden op dingen die zij belangrijk vinden. Ja. Dank u wel, meneer Muiters, voor dit gesprek. Een dubbel gesprek eigenlijk, voor de gelegenheid. U ook om te volgen. Vrijdag ook welkom. Dan kijken we naar het vervolg van het begrotingsdebat. Eigenlijk de eerste echte politieke week hier in het parlement. De eerste week van de legislatuur van de nieuwe regering. Vrijdag dus om 18 uur op Vlaams Parlement TV.